Wat doet Skinny Observe met ons gelaat? Het trekt eigenlijk 6 foto's van de diepere huidlagen. De eerste foto is een gewone daglichtfoto. Hoe dat je jezelf in de spiegel ziet in de morgen. Dus ja, als we kijken naar de huid, hè, hier is er heel veel belichting. Ik zie toch wel hier en daar een aantal huidproblemen of uw huidconditie. Maar we gaan het vanaf de volgende foto eigenlijk meer in detail bespreken. Ja. De allereerste foto dat ik wil bespreken is de cross-polarized fotomodus. En dit geeft eigenlijk de roodheden, de mogelijke couperose of rosacea huidaandoeningen weer op het scherm. Nu, als ik kijk, zie ik eigenlijk dat er een heel klein beetje roodheid is, een gevoeligheid aan de wangen. En voor de rest valt het eigenlijk heel goed mee. Rond de ogen een klein beetje dehydratatie, gevoelige zone die aanwezig is. Dit kan dus door stress zijn, slapeloosheid zijn of andere externe factoren hebben. Waarom dat er eigenlijk droogte aan de ogen ontstaat. En dit kan je zeker helpen, verhelpen met een goede oogverzorging. De volgende foto die we gaan bespreken geeft eigenlijk de huidstructuur weer, de grove poriën, mogelijke fijne lijntjes. Nu in dit geval, je bent nog heel jong, fijne lijntjes zijn er eigenlijk zo goed als helemaal niet aanwezig. Je hebt een heel klein beetje onder de ogen, ik ga het even inzoomen, maar dit is eigenlijk heel normaal. Je oogstructuur, hoe groter dat de ogen zijn, hoe meer dat er een mogelijke lijntje, fijn lijntje ontstaat onder de ogen. Maar dit zijn eigenlijk geen verouderingslijntjes of rimpels, hè, dat je het weet. Je kan altijd vanaf de leeftijd van 20, 22-jarige leeftijd een oogverzorging gebruiken, preventief op huidveroudering, dat je het weet. Nu, de volgende foto gaat eigenlijk uw talgklieractiviteiten weergeven en ook deels hyperpigmentatie. Hè. Wat betekent dit? Als ik zo kijk naar je huid, zie ik dat er toch wel talgkliertjes aanwezig zijn rond de kin en rond de neus vooral. Aan de voorhoofd is er ook wel een klein beetje talg aanwezig, maar ook niet heel veel. Hè. Dus je hebt een gecombineerde huid zonder droogte. Hè. Want droogte zien we ook eigenlijk als een heel donkere zone. Met een SPF, met een factor erin. Ja. Dat is heel goed. Je ziet dat het een heel donkere zone is. Je bent heel goed beschermd tegen UV-stralen rond de ogen. Nu, bij de volgende foto ga ik u de hyperpigmentatie veel beter kunnen laten zien. En dat is eigenlijk, je ziet hier nog een klein beetje stipjes. Hè. Er is nog wat SPF over de voorhoofd aangebracht. Ja. Maar je ziet nog wel hier en daar kleine stipjes. Of hier op de neus en rond de mond hier en daar toch wel kleine stippetjes. En dat zijn dus pigmentatiepunten, om het zo te zeggen. Bij onze laatste foto gaan we eigenlijk het volgende bespreken. De laatste foto is een samenbundeling van alle huidproblemen of huidaandoening dat we kunnen waarnemen met de Skinny Observe. En dit is eigenlijk een toekomstfoto. Dus als we gaan kijken, zie ik een klein beetje hyperpigmentatie toch wel dat aanwezig is, vooral rond de mond, onder de oog en aan uw voorhoofd en wat roodheid aan de wangen. Nu, dit is eigenlijk geen couperose of rosacea, maar dan nog heb je een klein beetje gevoeligheid aan de wangen. Hè, dat je daarmee ook altijd rekening houdt. En voor de rest zie ik geen fijne lijntjes of grovere huidstructuur of zo. Dus u bent ook wel nog heel jong. Hè. Je kan het preventief heel mooi verzorgen met onze producten.